Paas natuurlijk wel de baan. En zeker geen makkelijke baan. Het gaat heel snel allemaal. Er zitten een paar beruchte bochten in. Maar niet zo heel veel moeite mee, gelukkig. Vrije trainingen, alles gehad. Een nat, droog. Kwalificatie nat en droog. Dus ik vind het een hele leuke baan. En het is misschien wel een beetje een thuis Grand Prix. Maar het is daar dan niet dat je er voordeel uit kan halen, laat maar zeggen. Nee, Max pakt het heel goed op. Deze auto ziet eruit natuurlijk als een tourwagen, maar rijdt eigenlijk als een Formule 1. Of een formuleauto, om het zo maar te zeggen. Dus die vergt een hele andere manier van rijden. En Max was het eigenlijk niet gewend. Ik moet zeggen, dat pakt hij heel erg goed op. En vandaag vierde geworden. Dus ik denk dat hij zeer tevreden ook kan terugkijken op dit weekend. De auto was fantastisch. Ik had het echt ontzettend naar mijn zin op de baan. En ik kon steeds meer, ook gedurende de race, steeds meer snelheid ontwikkelen. En de een na de ander kon ik binnenhengelen. Dus beter kan het niet. Er zit ook een pitstop in. Is een leuk element? Ja, is een leuk element. Want dat is ook met het team. Dus iedereen moet op elkaar afgestemd zijn. Het team heeft het fantastisch gedaan. Ik denk dat we een van de snelste pitstops hadden. En foutloos. Je ziet gewoon dat voor de monteurs, voor het team, is het ook heel gaaf om zoiets uit te voeren. Het is ook heel precies. Je mag geen centimeter te ver naar voren of naar achter staan. Of het tanken duurt langer. Dus wat we op de vrijdag ook standaard doen, zijn pitstops oefenen. En dan niet één keer, maar gewoon een keertje of 6-7. Want het is zo belangrijk om op tijd stil te staan. We staan hier naast een witte auto. Die zijn ze uit elkaar halen, maar we hebben al geraced. Die is toch niet kapot. Wat zijn ze aan het doen? Mijn teamgenoot is vandaag ook heel hoog geëindigd, dus het wordt het een en ander nu gecontroleerd of het allemaal conform reglement is. Een aantal dingen moeten er afgehaald worden, waaronder een aantal, zoals je daar ziet, een ophangingssysteem. Waardoor dan gaan ze checken met het reglement of het allemaal conform is. Volgende race Moskou, iets waar niemand eigenlijk veel ervaring heeft. Een land waar net het race is begonnen. Hoe zie je daar tegenaan? Ja, om te beginnen 40 kilometer verderop voor het eerste hotel. Dus ik zou het echt niet weten. Zouden ze de asfalt hebben of zou het een zandbaan zijn? Ja. Nee, maar ik heb er hartstikke zin in. Voor mij is het sowieso fijn dat voor iedereen de baan nieuw is. Een paar hebben er wel een keertje gereden, maar die hebben natuurlijk ook niet heel veel ervaring. Ze zullen sowieso niet stiekem even testen, omdat het gaat niet. Ik denk dat het nu is ingereden, het circuit. Dus alles doet het. Het is een mooi baantje, een beetje smal, een beetje kartcircuit. Maar ik denk voor onze auto's heel erg goed. Oké, we wensen je veel succes in Moskou en het wordt echt een avontuur. Ja, ik heb er hartstikke zin in.